Nou, goedemorgen allemaal. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe vlogmas. Het is donderdag 12 december. En ik heb lekker met vlechtjes geslapen en met nat haar. Dus nu is mijn haar nog steeds nat. En gaat het hopelijk een beetje er maar opdrogen. Mijn ontbijt, same as always. Ik ben een toastje aan het maken. En een lekker glaasje water. Want dat is goed om je dag mee te beginnen. Gewoon water. Drup. Cheers. Welkom bij een nieuwe video op het YouTube kanaal van Anouk Oosterbrink. Waarom doe je altijd zo'n andere stem? Doe gewoon je eigen stem. Ja, ik ben een soort van mevrouw, je weet wel. Hele andere stem op neerzetten. Want, weet iemand waar hij het over heeft? Ze heeft ook een kerstnummer opgenomen en... Laat in de comments weten wie jij denkt nee. dat Nee! Drama! We gaan even de deur dicht doen. Oh, nou, hier hadden we het van de week nog over dat ik moet reageren op kerstnummers, onder andere ook van... Zij die we niet noemen. Zij die we niet noemen. Ze vonden ook helemaal, oh wat slecht! Dat ik het moet zeggen, maar alsof ik dat zou doen. Je ging Michel toch laten doen? Ja, alsof ik dat ga doen, natuurlijk ga ik dat niet doen. Gewoon een haatkanaal. Maar wannabe haatkanaal kan je dan doen. Anouk's haatvolgers. Oh my god. Dat als ik een influencer zou zijn. Een heel controversy. Als ik een influencer zou zijn, dan zou ik echt. Ik zou denk ik oogrol tv noemen. Hoe is oogrol? Toen nog. Die ogen gaan bijna zijn kop uit. Fucking nuts. Als oogrol tv. Doe jij je oogrol eens? Ook zie je, wacht, je bent donker, wacht. Oh, the spirits are Nee, nee. Dat is. Kijk. Dit kunnen wij. Nee, ik kan dat niet. Oké, wacht. Wat gebeurt hier? We zijn aan het. Nee, ik kan niet. Jawel, jawel. Dat is best wel een. Beter dan Lauren. Ja, ik ben een man. Ik kan niet. Ik ook. Kijk hier toch ook? Ja. Hij zei, ik kan niet, want ik ben een man. Our gender? I roll. Ja. Weet je wat je eigenlijk moet doen? Je moet zo'n kanaal maken, maar dan gewoon anonymous. Die T-speelkanalen in Amerika zijn ook allemaal anonymous. Ja. Weet je wat dat van die weet je wat zo leuk vindt? Weet je hoe het altijd gaat? Dan gaan ze echt zo, dan is het altijd een heel net stemmetje. Hey, today we're gonna talk about Jeffree Star and the drama surrounding the Tati. Drama, blah, blah, blah. En dan is het zo van, I want to have a little disclaimer, don't send hate, and this is a nice channel, but now let's get into it. Zeg maar, het is altijd zeg maar dat ze in het begin heel nice, maar al geen haat sturen. En daarna zijn ze de meest lelijke dingen. Dat zijn van die mensen die wel zeggen van, niet racistisch bedoel, maar gevolg met de meest racistisch. Ja, maar dat zijn alle comments zijn ook op YouTube. Geen haat hoor, maar wat zie je er lelijk uit. Ja. Wat ben je dik. Ja, niet lullig bedoeld, maar... Ik heb die best wel vaak gezegd. Ik heb die best wel vaak gekregen van, niet lullig bedoeld, maar je bent best wel aangekomen. Dan denk ik, Oh ja. Excuse you? In welk geval is dit niet lullig? Ja. Hoe dan wel, weet je? Ja, het is sowieso wel gecontent. We zitten gewoon nu echt te brainstormen over echt zo'n kanaal maken. Dus mocht het binnenkort komen, dan is het van ons. Nee. Even kijken. Wat wilden we nu? Even kerstgerelateerd moeten we even iets doen, jongens. Even voor... Zullen we een kerstboom kopen? Dat weet ik. Ik weet het. Hier zijn 5 tips om je laatste paar dagen voor je kerstvakantie in te gaan. Ja. En dit is tip nummer 1. Ja. Blijf doen... Oh nee, wacht. We zijn met z'n zessen. We moeten 6 tips doen. Oh, 6. Ja. Dus tip nummer 1. Blijf werken. Oh. We doen toch 5 tips? Wat? Oké.
Wat is een tip? Wat was nou de vraag? Een tip voor je laatste 5 dagen van je, voor je kerstvakantie. Oké, dus wat zijn de tips voor kerstvakantie? Is dat 5 dagen? 1 tip. Nee, dat is schaatsen. Nee, voor de laatste paar dagen. Oh, de laatste paar dagen. Heel leuk, schaatsen in Amsterdam. Marvin de Irol. Ik sla je, ik kom zo bij je terug. 1 week moeten we. Help. We moeten nog een week. Ja, maar, nog 5 dagen en vandaag en morgen. Dus dat zijn 7 dagen. 7 dagen. Ik heb altijd de tip om dan de 27e vrij te houden. Want ik merk dat dan vrienden ook nog afspreken. En dan kun je de 27e vaak de enige dag dat je dan... Oh mooi, dan mag je een jaar opkomen. We gaan de tips gewoon doen. Ja, nee. De tips zijn gewoon, wat kan je doen eigenlijk in je kerstvakantie? Want wat heb je er aan? Ik dacht de dagen voor je kerstvakantie. Ja, maar wat heb je daar aan? Niks. Om een beetje er doorheen te... Te komen. Komen. Want je staat de hele tijd te popelen doordat je naar Oké, dan doen we het toch wel. Knip. Oké, wat is jouw tip? Wat je moet doen tot de tijd dat je kerstvakantie hebt? Nou, motiveer elkaar. Om wat? Te werken of om naar te werken. Vakantie? Nee, om nog even en dan hebben we vakantie nog even doorwerken. Nee, dat is een verkeerde motivatie is dat. Dit wordt helemaal niks met deze vlog. Nee, echt hè? Nee. Het wordt nu een discussie eerder. Ja. Ik ben het niet met jou eens. Ik ben het niet met jou eens. Het is een debat. Wie is voor, wie is tegen? Op die manier motiveren vind ik een... je moet juist afleidend, denk ik, gaan. Natuurlijk niet, want je moet toch gewoon lekker werken. Doe lekker muziekje aan, zodat je lekker nog kan werken met een goede sfeer. Ja, maar nu herinnert me weer dit weer ook naar de kerstvakantie. Precies, maar dat is toch lekker? Maar het is toch niet zo ver? Dus het is een beetje... Jij hebt al heel lang geen kerstvakantie, denk ik. Jij werkt al gewoon te lang. Kijk, wij, Lawrence en ik en Greg, en wij werken gewoon al 10 jaar. Dus we hebben al 10 jaar geen schoolvakanties. Dus kerstvakantie kennen we niet. Ik werk vanaf 17. Ik werk vanaf 17 al. Hmm. Echt waar, ik was gestopt in school. Okay. Ik was leerplichtig, maar ja, ging goed. Niet tegen mijn moeder zeggen. Goed werken, nog een tip om gewoon niet aan kerst denken. Tenzij het moet. Zoals cadeautjes kopen of gedichten schrijven. Gedichten schrijven. Ik zou zo deprimerend worden als jij een kanaal zou hebben. Zo'n persoonlijk kanaal. Dan niet elkaar motiveren. Geen kerstmuziek. Niet aan kerst denken. Alleen als het moet voor cadeautjes. Kijk of dat kijkers trekt. Nee. Waarom kijk je mijn video? Hoezo vind je me leuk? Heb je dat een kutting? De hele tijd dat ze nog meer. Ja. Ik zie jou echt. De hele tijd is van. Bro. Oké, dames en heren, welkom bij de kerstshow van Age. Alleen voor ons is het nu toch? Voor ons, voor jullie vijven. Okay. Wat wij namelijk hebben vandaag is in de aanbieding een plaat die je op barbecue kan doen, waarop je je pizza kan doen. En dan een pizza. Pizza cutter. Je kan dus op een barbecue leg je deze steen wat hierin zit. Oh, het is een steen, ja. Ja, en daarop kan je dus een pizza neerleggen en dan maakt die pizza. En wat zit er in de oven? Daar kan hij niet in. Oh. Zeker? Oké, en ik ga 3 vragen stellen, denk ik. En wie het eerste gewoon zijn eigen naam zegt, die mag de vraag beantwoorden. Oh shit, ik zal maar druk. Okay. Hot minutes fire! Oké, dus zeg je eigen naam en dan, ik ben ook de quizmaster, dus als ik denk dat jij eerder bent, dan geef ik jou, ook al ben je het niet mee eens. Mag je Google erbij pakken? Oké, met Sinterklaas zet je je schoen, wat doe je met kerst? Marvin! De geboorte van Jezus vieren. Ah, de Lawrence! Ja? Dan zet je je sok. Ja! Nee. Zet je zet sok. Je stok in. Ja. Nee, je hangt je sok op bij de open haard. Ja. En wat is fout? Haar wie zegt zo? Oh god! Je houdt je sok op aan de. Wat? Marvin, je hangt je sok op. Ik heb ook niet je naam gezegd, dat je mag zeggen. Je hebt nog. Aan je. Marvin! Aan je. Af. Marvin, je houdt je sok op aan je. Deur! Hoe heet het ook alweer? Sanne. Nee, je moet je naam zeggen! Sanne! Zeg maar. Oh, je hebt zo'n kop aan de open haard. Ah. Oh god, ik was dat zo kwijt. Je moet je naam zeggen. Daarom zeg ik, zeg je naam. Eén punt. Een point. Volgende vraag. Wat zegt de kerstman vaak? Waar staat hij om? Anouk. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Zo ben ik nou weer een ho. Nee. Ja. Dus een point. Sanne en ik, 1-1. 1-1. Dat ik mijn naam moet zeggen, dat ik verschillend antwoord gewoon. Mijn naam is ook het lachers van iedereen. Sanne Greg. Lawrence. Lawrence, zijn 2 lettergrepen. Zeg een Greg. Zeg een La. Zie je? Boe La.
Op welke data wordt kerst gevierd? Marvin! Ja. Oh, 25 en 26 december. Nee. Marvin, eigenlijk was het 12 dagen lang, het originele kerst. Zoek maar op. Nou ja, dat heb ik nog nooit. Nee, ik ook niet. Jawel. Zoek maar op. Nu geen zin in. Ja, zoek het nu nog allemaal op. Ja. Oké, okay, jongens, dit is een snelle. Zeg je naam als je het weet. Nee, ik ben echt zo. Hoe zeg je fijne kerst in het Engels? Marvin! Merry Christmas. Yes. Merry Christmas. Laatste vraag. Laatste vraag. Hier, de 12 days of Christmas. Ja, hallo, is het goed? Laatste vraag misschien wel, maar misschien ook niet. Dus Lawrence of Marvin, step your game up. Jongen, dan moet je mij kiezen. Moet je als eerste je naam zeggen? Ja. Je ziet elke alle meisjes kiezen. Sexisme. Zodra ik klaar met praten, gewoon je naam zeggen. Ik root voor jou nu, hè. Maar zo weet ik het niet. Waar woont Marvin! Ja! De Noordpool! Goed zo! Wat is het? Oh my god, ik schrok gewoon. Oké. Okay. Nog een keer. Deze weet je denk ik. Het staat er nu 2-2-2? 2-2-1. Oh, je hebt 1. 0. Nee, wat voor 0. Ik ga even filmen. Oké. 0 punten. Wat kan er gebeuren als je onder een marentak staat? Marvin! Gekust worden. Nou, ja. Ja, dat kan gebeuren, ja. Dat je gekust wordt. 2-2-2. Oh my god. 0 punten. Marvin gaat een keer. Maar je zit ook zo, Marvin! Ik heb nog net zoveel paniek gehad. Wat winnen we eigenlijk? Ja, natuurlijk. Kind! Oh my god, Sanne, je bent gewoon weer verspeeld. Ik wil het. Ik moet het hebben. Ik ook. Ik kan een giveaway doen om mee te staan. Nee, poppers. Oké, hier vind ik dat twee antwoorden goed zijn. Want de antwoorden staan er niet bij. Moet ik dan twee antwoorden geven? Nee, dus je hebt meer kans eigenlijk. Zeg maar. Want voor in Nederland hier hebben we bijvoorbeeld bepaalde tradities. De een doet het zo, de ander doet het zo. Oké. Sommige mensen... Sommige mensen krijgen cadeautjes met kerst. Waar liggen die cadeautjes? Marvin! Ik weet niet wie er eerder was nu. Shit. Lawrence, wie was het eerst? Marvin. Ja, dat dacht ik. Onder de kerstboom. Ja. Hè? Creators. Ben je blij? Het is echt heel zwaar. He is the winner. Dat wordt lekker. Oh, even wachten. Dit is echt een filmpje. Zo, even bijpraten jongens. Het is inmiddels echt 10:30 en ik ben echt super tired. Dus ik ga ook niet te laat slapen. Eigenlijk gewoon zo meteen. Maar ik heb leuk nieuws. Ik heb namelijk uiteindelijk de pizza set gewonnen. En dat komt omdat Marvin een giveaway ging op zijn Insta van wie wil dit hebben voor free. En toen was iedereen echt van... sorry, maar er zijn mensen die het echt willen. Me. Dus nu heb ik het. Kijk. Yes. En nu ga ik er zaterdag nog een keer voor strijden. Bij het dobbelspel met mijn familie. Dus dat is heel erg leuk. Dat is een leuk dobbelspel. En wat ook leuk is, is om samen even een nieuw vakje open te maken. En het is eigenlijk... Ik had jullie laatst verteld dat er weinig mensen naar mijn vlogmas keken. Is nog steeds zo. Maar eigenlijk, we hebben nu gewoon een kleine schattige community. We zijn gewoon together nu. Jij en ik. Veel gezelliger. Dus we gaan vakje 13 openmaken. Vakje 12. Vakje 12 zit hier. Ik ben benieuwd wat het is. Als ik hem weer een beetje naar me open krijg. Nou, het gaat maar goed. Nou, het is fantastisch. Het is voor je teennagels. Als je ze gaat lakken. Wat ik nooit doe. Super blij mee. Het is gewoon eigenlijk een grap iedere keer als ik het openmaak van wat voor stom zit er nu weer in deze kalender. Maar goed. De collectie breidt zich nu wel erg uit. Veel dingen voor in bad. Nu ook wat dingetjes voor mijn nagels. Mijn handen, mijn huid. Ja, spa. Oh, een clipje van mijn haar. Wat moeten we nog? Morgen hebben we 13. Dat is een erg klein vakje. Dus waarschijnlijk wordt het weer iets teleurstellend. De grote vakjes zijn nog
24. 17. En 22 en 15 op zich ook wel. Dus ik ben benieuwd. Ja. Erg leuk. Ja, ik ben aan het editen. En ik ben aan het editen en ik zie dat ik geen outro heb opgenomen. Ik was heel erg moe. Ik was in slaap gevallen. Helaas. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. En ik zie jullie hopelijk morgen weer. Doeg!